kijk eens, een mini Aceman voor een Veluwse hooischuur. Nou, mooi niet. Een mini is Duits en een beetje Brits, maar we staan in het noordoosten van Denemarken. Het Gurehus Kastel, dat is een heleboel oude zooi hier, een kasteel, ruïnes en weet ik het wat. En dat heeft precies niks met de Aceman te maken. Dit is de Vijfdeurs, de Vijfdeurs Mini. En dan kennen jullie de vorige Vijfdeurs Mini wel. Niet per se heel geslaagd. Nou, dat vinden ze bij Miniclub blijkbaar ook. Want als je instapt, krijg je eerst een soort design statement. Kun je video's gaan bekijken over het design van de Mini. Als ik straks een lunch heb, kan ik een round table houden met allemaal designmensen. Kortom, ze zijn heel trots op het design van de Vijfdeurs. En dat heeft allemaal te maken met dat feit dat de vorige er niet uitzag. Dat was eigenlijk een driedeurs Mini. En toen bedachten ze, ah, we moeten nog een Vijfdeurs. Dus ze rekken hem op, doen er een paar deuren tussen. Het was kortom niet echt geslaagd. Deze is dat wel. Hij is wat kleiner dan de Countryman. Hij is eigenlijk wat groter dan de eerste Countryman. Hij lijkt een beetje op de Paceman, maar dan ook weer niet. Kortom, het is een mix van alles en nog wat. Maar altijd elektrisch. Mooi gebied hoor, dat Helsingør en dan omgeving. Hè. Dat is zeg maar van een kwartiertje of drie rijden ten noorden van Kopenhagen. Ik vind Denemarken soms een tikkie saai, maar hier oude panden, wat ruïnes, heuvelt een beetje, mooie slingerwegen. Afijn, we zijn geen mooiste wegen aan het maken, dat doen we voor RTL4. We zijn nu gewoon lekker aan het praten over een totaal nieuwe auto. Ah, totaal nieuw, pakken we Despert eventjes. Van de Mini Aceman, dat is natuurlijk hetzelfde als van de... Ik moet wel tussen de streepjes blijven. Dat doen we dan ook gewoon weer nu. Kan ook, hè, praten en tussen de strepen blijven. Totaal hetzelfde als van de Countryman en ook als van de drie deurs. Hè. Dat is eigenlijk allemaal identiek. Het grappige overigens, de drie deurs, de elektrische, die deelt zijn techniek uiteraard met de Aceman. Maar neem je de drie deurs benzine, dat is dan nog weer de vorige. En zo mixen ze het allemaal door elkaar heen. Ik zei het al in het intro, hè? Alleen maar verkrijgbaar als elektrische auto, deze Aceman. En dat is dan een opmaat naar 2030, wanneer Mini alleen maar elektrische auto's bouwt. Alleen maar. Alleen maar. Precies. En dan moet je ergens beginnen. En dus hebben ze ervoor gekozen om dit type auto, eigenlijk de middelste qua formaat, met die elektrische aandrijflijn uit te voeren. Twee elektrische aandrijflijnen trouwens, naar keus. Je kunt kiezen voor 42 kWh of voor 54 kWh. De dikste accu 218 pk, de iets mindere accu 184 pk. Die iets mindere accu, die kan wat minder snel zijn energie naar die elektromotor krijgen. En die absorbeert ook wat minder snel energie van een DC-lader, 70 kWh. Om een goede 90 voor de grootste accu. Ja, welke moet je nemen? 184 pk en een 42 kWh accu die op 70 kW aan een DC-lader laadt is. Tikkie beperkt, vind ik. Ook zeker niet meer de maatstaf. Vermogen wel hoor, maar de capaciteit van die accu. Dus ik zou gaan voor de dikkere accu, 54 kWh. Snel laden aan een goede 90. Dat is nog altijd niet wereldschokkend, maar wel beter. Ja, en dan dus meer vermogen. Neem de dikste. Ik zie het altijd een klein beetje als 10, 15 jaar geleden. Als je een auto moest kopen, wel of geen airco. Nou, als je dacht van, joh, ik hoef die airco niet, dan kon je hem beter wel nemen. Want daarna moest je die auto weer verkopen, was die meer waard. En dat is nu ook een beetje met die accupakketten hoor. Denk ik. Maar goed. Hé, wel grappig. Head-up display. Normaal, meestal in het voorraam. Deze doet dat op een uitklap transparant kunststof plaatje. Dat functioneert wel. Het is net even ietsje minder chic, hè. Het is wel head-up, maar toch ook eigenlijk weer niet. Want het zit zo'n beetje op de plek van het dashboard en niet daar in dat voorraam. Bij Mini zegt ze, nee, komt omdat het raam rechtop staat. Ik zeg, dan komt omdat dit voordeliger is om te maken. Dus verder vind ik het absoluut geen budget, hoor, binnenin. Het interieur zou wat meer variatie mogen hebben in de zin van keuzemogelijkheden, hè? Individualiteit. Dus als je zwart wil of geel of bruin of groen, dat kan. Dat is dus niet zo. Het is vrij beperkt, tenzij je voor de allerdikste gaat. Nou goed, ook dat is wel weer logisch, want hoe meer keuzemogelijkheden een autofabrikant maakt,
hoe duurder die auto eigenlijk wordt. Hè? Nu kunnen ze gewoon heel veel produceren en als jij of ik komt, kunnen ze leveren. En meer variatie duurt weer wat langer qua levertijd. Ja, is die ruim? Nou, het ligt er een beetje aan wat je vindt, hè? Is dit ruim? Weet je, het heeft allemaal te maken met verwachtingspatroon. Hoeveel heb je nodig? Dit gaat erin, dat gaat erin en dat is het dan een beetje. Maar goed, als je met z'n tweetjes bent, hè, beginnend gezinnetje, moet je wel even dit geld uit kunnen geven. Dan kun je natuurlijk die bank plat gooien, want achterin zit dan niemand. Als er toch iemand achterin moet zitten, moet die liefst niet heel veel groter dan 1,80 meter zijn. Kijk, het kan prima. Hè? Niet heen en weer in Oostenrijk, maar het kan natuurlijk prima. Maar goed, je hebt een driedeurs, die is krap achterin. Dat weten we, want dat is namelijk de kleinste. Dan heb je deze, de Aceman, die is wat ruimer. Niet heel ruim, maar wel wat ruimer. En zoek je nog meer ruimte, 35 centimeter meer bijvoorbeeld, dan moet je naar de Countryman. En die heeft dan dit, zeg maar. Dus je kunt kiezen. En dat kiezen doe je natuurlijk al naar gelang je behoeftes. Ja. Dan, weet je, het heeft allemaal te maken natuurlijk met je mobiliteitsbehoeften, met de rek in je knip trouwens ook. Het begint bij 39.000 euro, daarmee zit die onder de Countryman, boven de drie deuren. Het is allemaal zo logisch als wat, het puur te maken met formaat. Ja, en als je dan voor een moddervette variant gaat, hè, dat heeft allemaal te maken met misschien ook gewoon lol in een dikke kar, dan moet je gaan voor de versie met de grote aandrijflijn, een John Cooper Works, dan ben je om en bij de 50.000 euro. Euro kwijt. En dat is natuurlijk wel geld. Hoewel die 39... Ja, een Mini is nooit voor de geef. Laten we wel zijn. Hè? Het is premium. Het hangt aan BMW. Het is iets wat anderen niet hebben. Dus daar betaal je ook altijd voor. Ik vind het voor dat wat je krijgt nog niet eens zo heel erg verkeerd. Hé, dat is de theorie. Dat zijn de droge cijfers. Nou heb ik onlangs in een driedeurs gereden. De elektrische. En in een Countryman. Die Countryman deed mij een beetje denken aan een mix tussen een Range Rover Evoque en een Velar. Raar denk je dan? Nou ja, niet helemaal. Het formaat gaat een beetje in die richting. Het rijgedrag ook een beetje. En als je dan in de drie deurs rijdt, die heeft dan ook die functie, hè, dat go-kart. Een beetje kinderachtig, dat heeft deze ook. Maar die auto die stuurt, veert, is qua karakter, schurkt die echt dicht aan tegen iets dat heel speels rijdt. En dus snap ik de verwijzing naar zo'n kart wel een klein beetje. Hoewel ik niet zo snel die stand op zou zoeken. En helemaal niet met het geluid, dat maakt er wel een beetje poppenkast van. Deze houdt eigenlijk het midden tussen die Countryman en die drie deurs. In zijn karakter ook. Hij heeft op de snelweg bij oneffenheden een heel klein beetje die beweging tussen de voor- en de achteras. Dat komt omdat de auto natuurlijk relatief compact is. Maar dat heeft hij dan weer minder dan de drie deurs. Terwijl die Countryman eigenlijk qua rijgedrag de meest uitgebalanceerde is. Want hoe groter een auto, hoe uitgebalanceerder het rijgedrag. Dat is nou eenmaal een soort van natuurwet. Hij is betrokken. Hij weet je het enthousiasmeren. Er zit snelheid genoeg in. Nou hebben wij de versie met 218 pk. En als je van wheelspin houdt, moet je voor deze gaan. Want als je zelfs op droog voor de exit eigenlijk al flink op je gas gaat, dan voel je die voorwielen een beetje doordraaien. En hij leunt een beetje naar buiten. En er is wat onderstuur. En Max Verstappen zou dat niet geweldig vinden. Maar als je van een lolletje houdt in een auto, is dat wel leuk. Het is speels. Andere autofabrikanten zeggen, als je zoveel vermogen hebt, dan moet het naar de achterkant. Nou, bij Mini zeggen ze nee, dat doen we niet. Want het was ooit voorwielendrijving. Heel lang geleden, hè? In de jaren 60. En dat is het nu nog steeds. Maar het is een leuke auto. Het is een leuke auto. De manier hoe die rijdt. Ook als je dat interieur bekijkt. Hè? Wat ik al zei. Ze zijn zo druk met dat design. Omdat het de vorige keer toch een beetje verkeerd ging met die vijf deurs. En waarom koop je een Mini? Omdat je hem gewoon een gaaf karretje vindt. Je vindt hem er leuk uitzien. En hij rijdt leuk. Nou, hij ziet er van binnen ook leuk uit. Er zit van alles op en aan. Hè? Neem dit. Je hebt er precies niks aan. Je zou kunnen denken, nou, dan hang ik eventjes iets onder. Maar dat werkt niet. Maar het is wel grappig. Hier zo bij het stuur hangt dan zo'n ja, wat is het? Een soort verbandje. En dat is dan ook weer grappig. Dat hele dashboard, dat is van een soort stof gemaakt. Hier die zijkant ook. Maar het creëert guitigheid. Het is leuk. Het is grappig. Datzelfde, die schijf met de hele bediening. Componenten, dat dak dat dan helemaal open kan. Gewoon een leuke auto.
Ja, een leuke auto. En daar zijn er ook weer niet zo heel veel van, hè? Echt grappige autootjes waar je ook een beetje rijplezier in hebt. Nou, Mini biedt hem aan, na keus dus. Klein, iets groter, nog groter. Klein rijden, iets beter rijden. Dat is deze. Of volwassen rijden. Kies maar. Ik denk dat dit voor deze zou gaan.